Hey, wat goed dat je kijkt. Ben jij trainer, adviseur, spreker of nou, gewoon ondernemer en wil jij gevraagd worden? Of wil jij meer gebruik maken van werkvormen? Of wil je kennis verkopen online? Blijf dan kijken, want ik interview Hugo Bakker. En Hugo Bakker is auteur van die drie boeken die ik je net liet zien. Yes. Van harte welkom, Hugo. Dankjewel. Heel fijn dat ik hier mag zijn. En ja, ik wilde al die drie dingen. Ik had een passie voor actieve en ervaringsgerichte werkvormen. Dat is dus dit boek geworden. Ja, daar is het mee begonnen, Hugo. Daar is dat mee was begonnen. Je eerste boek. Ja, en het zal zo vertellen hoe we jou natuurlijk ontmoet hebben. Toen had ik echt zoiets van, ja, ik wil gevraagd worden. Ik wil niet hoeven leuren met mijn workshops en mijn marketing, allemaal gedoe. En toen ontdekte ik ook dat het gaaf is dat je je kennis ook digitaal kan maken en dat verkopen. Dus kennis verkopen online. Volgens mij is mijn ding gespiegeld, maar dat maakt niet uit. Voor nu. We zien je boek in ieder geval. Ja. Ja, en je hebt dus drie boeken geschreven. En eigenlijk, weet je, het zijn natuurlijk drie verschillende onderwerpen. Maar het komt eigenlijk, ja, komt het ook niet een beetje op hetzelfde neer, zeg maar? Het gaat natuurlijk om, nou, misschien kun je het beter zelf vertellen. Nou, ik denk dat dit wel echt inhoudelijk voor iedereen die met groepen werken, dat is echt wel anders. Dit is vooral marketing. Ja, en okay. dit is vooral echt gewoon je online, online je kennis zichtbaarheid. Verkopen, online trainingen maken, maar ook gewoon dus het verkopen ervan. Dus ik zie het wel echt als niet voor niks zijn drie verschillende boeken. Ja, precies. Hey, en even gelijk maar met de deur in huis te vallen. Wat levert deze boeken jou op? Nou, dat is verschillend per boek. Dat is heel gek, maar kijk, dit is vooral mijn positionering. Hè? Zo van, hey, dit is waar ik je mee help. Ja. Dit is waar ik mee heb laten zien van, hey, je kunt ook je boeken op de automatische piloot verkopen. Ja. Dus die verkopen en dat levert me gewoon inkomsten op. En deze heb ik met een grote lancering gedaan. En die stond toen bijna op nummer 1 op managementboek. Ja. Dus die is veel verkocht. En op dit moment gebruik ik hem eigenlijk gewoon om weg te geven. Ja. Dus gewoon een visitekaartje als het ware. Ja, precies. Ja. Nou ja, en het staat natuurlijk ook, hè, mooi dat je kunt zeggen van ik heb drie boeken geschreven. Precies. Ja. Merk je dat ook? Hè? Zien mensen je eerder als expert als je, hè, doordat je die boeken hebt geschreven? Ik denk het wel. Ja, het gekke is, want als ik er zelf ook over nadenk, hoe ik vroeger naar mensen keek die een boek hadden geschreven, dacht ik van, wow, die staat helemaal daar. Die moet wel goed zijn in dat vak. Ja. En later ben ik er dus achter gekomen dat, ja, een boek is maar een Word document, zeg ik maar. Ja, het is de kennis, de ervaring die je hebt, die stop je in een documentje. En jij maakt er een boek van. Ja, dat precies. Is het mooie. Ik moest net nog denken toen ik bedacht van we gaan dit interview doen. Dat ik had dit boek niet bij jou uitgegeven, maar bij, nou, ik weet even de naam niet meer, maakt ook niet uit, prima door geholpen. Alleen één ding snapte ik niet goed. Ik dacht, hoe krijg ik nou dat boek in alle boekhandels en op alle webshops? Dat hadden ze er niet bij verteld. En toen kreeg ik een telefoontje van een boekhandelaar die zegt, er staat hier een meneer of mevrouw bij de balie, die wil de 101 werkvormenformule. Dus toen zei ik, die kan ze kopen via mijn website. Maar en, dat wil de boekhandel niet, want dan verdient de boekhandel er niks aan. Dus wat bedoelt u? Dus ik was echt heel groen hierin. En toen dacht ik, oh, ik moet dus zorgen dat er, nou ja, dat die boekhandelaars dat kunnen kopen. En toen heb ik het berichtje op LinkedIn gezet van, wie kan mij helpen? En jij reageerde toen direct. En lang verhaal kort, binnen no time lag mijn boek dus in alle boekhandels en in alle webshops. Ja. Ja. En zo is het gegaan. En toen heb je die andere twee boeken van top, hoe zeg je dat? Van top tot teen. Van top tot teen. Van heb jij document tot boek. Tot precies, boekenplank. Ja. Ja, echt fantastisch. Ja, ik zit eigenlijk nu met het punt, dat kan ik je nu misschien wel vragen. Dit boek wil ik een paar updates in doen. Ja. Dus dan kan ik jou misschien ook gewoon vragen van, joh, nieuw documentje en dan kun jij weer regelen dat er een paar doosjes heel simpel geprint worden. Ja, ja. Hey, en laten we even kijken naar je eerste boek, Hugo. Ja. Dat was dus de 101 werkvormformule. Yes. Jij vertelde net nou, heel snel van, nou, dit verkoopkaart komt automatisch piloot. En je gebruikt het ook om er meer klanten uit te halen, volgens mij. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou, dat op die automatische piloot, dat is eigenlijk niet voor iedereen weggelegd. Nee, want dat wil natuurlijk wel iedereen. Ja,
Dus dat is de droom van elke auteur. Ja, het vraagt altijd marketing. Het vraagt altijd zichtbaar zijn. Mm-hmm. En voor mij, voor dit boek, is mijn zichtbaar zijn via Google. Dus dat betekent mensen googelen op werkvormen, op energizers, op kennismakers. En dan komen ze bij mij uit. En dan op de website kunnen ze eerst iets gratis downloaden. En daarna krijgen ze van mij mailtjes. Dat is deels volledig geautomatiseerd. En dat is ook deels gewoon elke week een nieuw vers mailtje. Ja. En dan noem ik dat boek af en toe. Ik vertel er een verhaal over of iets van een tip uit het boek. En dan verkoopt het. En natuurlijk via de website kan je het ook gewoon vinden. Ik wou zeggen, kopen ze het dan bij jou of kopen ze het bij de boekhandel? Nee, ik ben een beetje lui nu op dit moment. Dus ik heb gewoon een linkje naar bol.com en dan wordt het daar gekocht. En dan krijg ik van jou van, nou, er zijn er zoveel verkocht. Precies. En de ene keer is het 10, de andere keer 20, de andere keer 50 en de andere keer 100. Dat kan een beetje heen en weer gaan. Dat is ook een beetje seizoensafhankelijk voor dit boek. Maar ja, zo loopt het gewoon helemaal automatisch. Ja, even voor de kijker. Jij zegt, ik ben een beetje lui. Dus je stuurt het door naar bol.com. Dus daar kopen. Als je het via je eigen betalingssysteem doet, dus zelf zou verkopen op je website, dan zou je het dus zelf moeten versturen. Ja. En dat is waar je geen zin in hebt en waar heel veel auteurs geen precies, zin in hebben. Dat is het wel zo dat als je het via bol.com verkoopt of via een andere boekhandel, dan hou je het natuurlijk minder aan over. Klopt. Maar dat is wel, staat het gemak tegenover. Precies, ja. Ik vind, volgens mij hou ik er toch nog meer dan een tientje aan over, hoor. Ja, dat is ook zo. Uit mijn hoofd gezegd. Ja, dat vind ik niet verkeerd dan. Nee, en als je het zelf moet versturen, dan moet je natuurlijk, dan moet je ze inpakken, je hebt verpakkingsmateriaal nodig, het kost je tijd, of je moet dat uitbesteden allemaal. 5 postzegels in Nederland, hè? Ja, de portokosten worden alleen maar duurder. En bovendien verstuurt het, hè, daar betaal je verzendkosten van €2. Daar kun je het zelf niet voor versturen. Nee. Dus ik vind ook het uitbesteden van dat proces. Hè, dus je kan natuurlijk je buurvrouw of je buurman of weet ik veel een pakket service. Ja. Dan nog ben je aardig wat geld kwijt. Klopt, ja. Ja, ja, ik ken ook auteurs die bijvoorbeeld een actie doen dat je je boek gratis kunt aanschaffen tegen verzendkosten. En die besteden dat dan uit. Mm-hmm. Dan hou je er misschien helemaal niks meer aan over. Maar als ze daarna in je funnel komen en ik sprak laatst een auteur en die zei, ze kunnen het gratis kopen, althans ze heeft lang zo'n actie gedaan. Ja. Vervolgens worden ze uitgenodigd voor een webinar en daar haalt hij haar klanten uit. Precies, dat is, weet je, ik ken dat soort funnels inderdaad, ik heb het zelf ook gedaan en dat is zeker ook een mogelijkheid. En dan moet je natuurlijk wel traffic naar dat gratis boek tegen verzendkosten. Zeker. Dus dan zit je daar nog wel met je punt van, oké, hoe ga ik dat doen? Ga ik dat organisch doen of ga ik dat via advertenties of via partners die dan een commissie krijgen? Dus zijn ook mogelijkheden om het te doen. Ja. Ja. En nog even over dit boek. Je zegt, ik meld het gewoon af en toe hier. Het is geen echt harde verkoop voor dit boek, althans. Je meldt het gewoon af en toe in de funnel. Weet je, het is net als dat je wel eens zin hebt om een boek te kopen en nieuwe inspiratie te hebben. Het is niet, ik zou bijna zeggen, het is geen must om te kunnen overleven dat je nu dat boek koopt. Dus dat kan morgen ook en dat kan ook volgende week. Maar wat je vaak ziet is dat, dit is voor vooral trainers of leerkrachten interessant. En dan hebben ze na de vakantie wel eens zin in nieuwe inspiratie, nieuwe werkvormen. Ja, dan koop je zo'n boek. Zo werkt dat meestal. Ja, precies. Maar goed, deze loopt gewoon ook hartstikke goed. Die loopt lekker, anders. Is het ook zo dat als ze dit boek kopen, dat ze daarna dan weer een aanbod krijgen? Dat je daar ook weer meer dingen... Nee, omdat het via bol.com loopt, kan ik dat niet doen. Nou, dat kan alleen als je een weggever erin hebt, waardoor ze, dus een bonus bij het boek, waardoor ze op een aparte mailinglijst komen, dat je ze dan een aanbod doet. Ja, doe je voor deze niet, hè? Nee. Nee. Oké. Okay. Nou, je tweede boek was Gevraagd Worden. Yes! Ja. En misschien kun je daar iets over vertellen. Je hebt een aantal mensen geïnterviewd daarvoor, hè? Ja, misschien aan de hand van hoe is het boek ontstaan. Kijk, dit is gewoon echt mijn eigen kennis die ik allemaal in heb zitten typen. Mm-hmm. En dit was echt mensen interviewen die zeg maar de oplossing gevonden hadden. Die mij tips en strategieën gaven. 10 mensen. Waaronder ik zelf trouwens ook, die mijn eigen tips en strategieën deelde. En dus dat samengevat, een rode draad erin gevonden en een 10-stappenplan van gemaakt. En dat ik denk dat als ik het teruglees, ik heb laatst natuurlijk ook zo'n stukje opgenomen, audiostukje. Dan denk ik van, wauw,
over je eigen boek zeggen. Wauw, ja, er zitten zoveel goede tips in. Dat is echt fantastisch. Ja. Ja, het is altijd leuk om je eigen boek weer een keer te lezen. Dat is al een aantal jaren geleden dat je deze hebt geschreven. Ja. Even kijken wanneer je die hebt... 2014? En de strategieën zijn niet per se verouderd. Ik denk wel dat als ik hem nu zou schrijven, dat ik misschien wat andere dingen nog zou vermelden. Ik bedoel, de tijden veranderen. Ja. Daarom zit ik ook aan een update te denken. Was het alleen al niet omdat ik sommige programmanamen, productnamen veranderd heb. En dat is gelijk een tip aan iedereen die nu luistert. Ja. Kunnen we zien eigenlijk of de mensen luisteren? Want ik heb er even geen erg in. In ieder geval dat je dat een beetje universeel ziet te maken. Mocht je dingen gaan veranderen. Tenzij je zeker weet dat je de rest van je leven dezelfde producten en diensten qua naam ook gaat aanhouden. Ja, precies. Ja, want anders is het al snel oud nieuws. Precies. Ja, ja. Ja, maar ook denk ik de inzichten die je hebt. Of misschien de tools die je deelt. Dat precies. Dat weer aangepast is. Ja. Dus het is nooit verkeerd om een update te doen. En dat is ook eigenlijk de reden waarom sommige auteurs kiezen voor niet zo'n hele hoge oplage. Omdat ze dan... Ja, bij een herdruk weer eerder dingen kunnen aanpassen. Ja, ik dwong mezelf om wel een wat hogere oplage te doen. Kijk, hoog is relatief natuurlijk. Ik had 3000 gekozen. Om reden dat ik dacht van, dan moet ik gewoon zorgen dat ze verkopen. Want anders zit ik hier met allemaal dozen hier op de zolder. En dat wil ik niet. Ja. Dus, en deze is gevraagd worden, is nu echt toe aan een nieuwe druk. Mm-hmm. Deze zit al over de 10.000 volgens mij, weet ik niet helemaal precies, maar en deze die zit volgens mij op 3.000 of iets dergelijks. Ja. Het zijn geen mega aantallen, maar nou ja, het dwong mij wel om echt ik vind het een heel mooi uitgangspunt en die gebruik ik ook regelmatig bij andere auteurs als ze de oplagen moeten kiezen. Dat ik zeg van weet je, als je 100 boeken laat drukken bij wijze van, dan doe jij minder hard je best om het te kunnen verkopen dan dat je er 1.000 laat drukken of 2.000 of 3.000. Laten we eerlijk zijn, 100. Waar hebben we het over? Als jij jezelf als expert neer wil zetten of als je eraan wil verdienen, dan is 100 natuurlijk niks. Nee, klopt. Die heb je zo weggegeven of verkocht. Dus je moet jezelf echt een beetje stretchen. Ja, nou, dat vind ik een hele mooie tip. Ja. Dus neem hem mee, zou ik zeggen. Ja. Je hebt gewoon ook hele nuttige tips hier in dit boek, hè, die je uit de interviews hebt gehaald. Dus ook zeker een aanrader. Je hebt nu ook een mooie actie hiervoor, hè? Je kunt hem volgens mij gratis downloaden op je website. Niet doorvertellen. Oh. Ja, op mijn homepage kan je hem gewoon, de PDF, gewoon gratis downloaden. Ja. Ja. En waarom doe je dat, Hugo? Nou ja, ik vind het zo'n supergoed boek. Dat ik denk van, dit zou iedereen moeten lezen. Maar ik weet ook, mensen downloaden zo'n e-book en vervolgens gebeurt er niks mee. Dat gaat in een mapje nog te lezen. Precies. Maar dit is wel precies hoe ik mezelf ook wil positioneren. Want als ik heel eerlijk ben, ik ben helemaal niet zo gek op marketing doen. Ik word liever gevraagd of dat ze naar me toe komen. Ja. En dat is ook dus wat ik mijn klanten graag wil leren. Wat moet je daarvoor doen? Hoe doe je dat? Dus dat doe je dus door te beginnen met geven. Precies dat wat jouw potentiële klant wil hebben. Dus ik dacht, ik ga dit boek gewoon weggeven. Ja, maar daar heb jij waarschijnlijk ook wel weer een leuke funnel achter gezet. Dan kom je vanzelf dat je uitgenodigd wordt voor een event of voor een webinar. En dan word je vanzelf enthousiast gemaakt. Kijk, ik geloof wel in dat je mensen echt jou moet laten leren kennen. Ja. En dat ze een klik met jou moeten hebben. Dat ze moeten snappen van, hey, ik heb hier last van. En Hugo kan me van A naar B helpen. Ja. En dat ze ook echt moeten hebben ervaren hoe ik werk. Dus ik geef morgen bijvoorbeeld een event in een zaal. En dan zien ze me een hele dag bezig. Dan ervaren ze wat voor mens ik ben. En hoe ik werk met mensen. Wat voor tips ik geef. En dan nodig ik ze uit. En dan kunnen ze zelf kiezen of ze daarop ingaan. Ja of nee. Ja, precies. Dus je hebt niet een hele harde funnel erachter van zoveel mails staan er klaar en dan verkoop. Maar je en je bent toch actief genoeg in je mails. Dat er. Ik doe dat wel hoor, met andere weggevers. Ik heb verschillende websites. Dus deze heeft echt een andere website. Ja, 101werkvormen.nl, hè? Ja, yes. Nee, 101werkvormen.nl. Oh, niet formule. Nou, in ieder geval, maakt ook niet uit. Als je googelt op energizers, kom je er ook wel. In ieder geval, dan geef ik een e-book weg met 66 energizers en teambuilding werkvormen. En dan krijgen ze wel gelijk voor een online cursus een aanbod. Dus dat is dan volledig geautomatiseerd. Ja, en voor dit boek heb je dat niet?
Nee, nog niet. Maar ik ga daar wel nog eventjes mee aan de slag om, om gelijk iets meer erachteraan te gooien. Nu is het zo dat ik gewoon regelmatig een mailtje met iets van tips of inspiratie stuur. Hoe vaak mail jij? Nou, ik denk toch wel minstens gemiddeld 2 keer per week. Ja. Ik heb expres geen vaste dagen. Waarom niet? Omdat ik heb dat een tijdje geprobeerd. Omdat ik geleerd had dat dat moest. Maar het werkte niet voor mij. Ik voelde me dan te benauwd in mijn eigen strategie en structuur die ik mezelf opgelegd had. En dat vond ik niet fijn. Dus ik doe nu gewoon wanneer ik zin heb. Ja. Of wanneer ik denk, hey, ik heb iets interessants om te melden. En dan mail ik. En anders niet. En dat is dus wel 2 keer per week. Dat ik denk, ik heb iets interessants. Nou ja, dan heb je ineens wel meer inspiratie waarschijnlijk. Omdat het niet moet. Ja, maar volgende week ga ik een weekje met klanten naar Texel. En dan kan het zomaar zijn dat ik gewoon 0 mailtjes stuur. Ook goed. Of dat je juist daar inspiratie krijgt. En dat je denkt, van dit ga ik mailen. Precies. Ik neem een laptop mee. Ik laat het gebeuren. Ja, mooi. Ja. Zeker. Nou ja, deze video ga ik natuurlijk ook over mailen. Dat snap je. Precies. Ja. Dan krijg ik dan weer inspiratie door. Yes. Ja, dat is superleuk natuurlijk. En ik denk, als je nu hiernaar luistert, er zit al zoveel tips en inspiratie in wat je zelf kan creëren. Het enige is, je moet die stappen gaan zetten. Ik bedoel, dit boek, hier heb ik langer over gedaan dan dat me lief was. Hoe kwam dat? Ja, weet je, ondanks dat ik heel veel teksten van de website geplukt had en hierin geplakt. Ja, want je had al die werkvormen, had je al heel staan. Ja. Groot deel. Toen vond ik van, hey, er moet een lijn in zitten. Ja. Er moet een bepaalde methodiek zijn. Ja, het moet lekker lezen. Het moet, het moet van alles. Toen had ik 2, 3 mensen die mee gingen lezen met me. En die gingen allemaal met rode pen, zeg maar, erin strepen. Ik dacht, oh nee, niet weer, hè. En nog een ronde met rode pen. Ik dacht echt dat ik gek werd. Dus dat heb ik een paar keer heb ik het uit moeten stellen om te publiceren. En uiteindelijk heeft het me een half jaar langer gekost dan dat ik had gewild. Ja, en hoe had je dat kunnen voorkomen? Nou, bij het derde boek, toen jij met je aanbod kwam van, joh, stop 50 tips in een Word document en ik doe de rest. Toen dacht ik, oké, ik ga, en dat heb ik van Jos Burgers geleerd, ik ga gewoon korte hoofdstukjes, dat kan je niet lezen natuurlijk, korte hoofdstukjes van 2, 3 bladzijden doen. En jouw concept was van 50 tips in een Word documentje, dus per tip 2, 3 bladzijden. Precies. En dat vond ik heerlijk, want dan deed ik elke ochtend 1 of 2 tips. Ja. En binnen no time was mijn boek klaar. Precies, ja, je had het boek heel snel geschreven. Ja. Ja, ja en als we dan nog even kijken naar dit boek. Kennis verkopen online. Wat haal je uit dit boek, als je dit boek hebt gelezen? Nou, dit is eigenlijk, deze heb ik dus echt universeel geschreven, dus tijdloos. Dus het gaat over je kennis verkopen. Dus het zijn tijdloze principes. Niet dat je nu met Be Live of met Livestream moet gaan werken. Want dat kan volgend jaar anders zijn. Dus dit is tijdloos. Wat heb je te doen? Wat is je basis? Wat is je fundament? Hoe maak je een verkooppagina? Wat voor elementen moeten erin zitten? Dat heb ik allemaal gewoon netjes op een rijtje gezet en uitgeschreven. Ja. En ik denk dat dat heel, heel helpend is. Zeker weten. Nou, en dan heb je 3 boeken geschreven. Heb je nog ambities om nog een volgend boek te schrijven? Ambities zeker. Maar ik heb eerst nog andere prioriteiten. Ja. Dus ik denk dat er niet op heel korte termijn nog een nieuw boek komt. Nee, nee. Maar... En wat zou voor jou, dat is misschien wel interessant om te weten, wat is voor jou dan een reden om, maakt niet uit op welke termijn, hè, maar om nog een boek te schrijven? Nou, nog een keer opnieuw, nog helderder mijn positionering. Dus wie help ik en waarmee? He, dus het gevraagd worden stukje. Dus dat zou een update mogen zijn wat mij betreft. Ja, en, goed, dan kun je ook weer, dan kun je weer een nieuwe versie lanceren. Dat is ook weer precies. Goed en voor de marketing. Dat zou genoeg kunnen zijn, maar ik denk misschien dat er ook iets van een verdieping mag komen. Ja. Dus voor, ik zeg altijd maar, je gaat op reis. Je hebt een doel. Je ziet het topje van de berg. Daar wil je naartoe. Maar ik weet niet of je wel eens in een gebergte hebt gewandeld. Ja. Dan ben je op die top van de berg. En dan zie je opeens een andere berg die je niet kon zien toen je beneden was. En dan wil je daar naartoe. Dus ik zeg altijd maar voor trainers, coaches en therapeuten. Je wil van een lege naar een volle agenda. Ja. En dan heb je die volle agenda en denk je, poeh, wat is mijn agenda vol? Kan het niet anders? Dan wil je naar een schaalbare agenda. Ja, ja, ja. En dat zou wel eens een volgend boek kunnen zijn. Oké, een schaalbare agenda. Dus dat klinkt wel goed. Ja, en weet je, ik leef het zelf.
Mm-hmm. Behalve vandaag en morgen. Morgen geef ik een event, dat is een hele dag. Ja. En vandaag zit ik volop in de voorbereiding. Maar normaal werk ik halve dagen. Dat kies ik bewust voor. Ja. Omdat ik denk dat het kan. En omdat ik andere dingen in mijn leven ook belangrijk vind. Ja, zoals ontspannen, sporten. En, mijn gezin, mijn vrouw, mijn kinderen, familie, vrienden. Ja. Je krijgt veel meer ruimte om alle dingen in het leven te omarmen. Ja. En ik ben daar dit vorig jaar mee begonnen, dus in 2022. Mm-hmm. En ik koos ervoor omdat ik wist, wie moet ik worden om zo te kunnen werken? En dus wie moet ik zijn, wat moet ik doen, wat moet ik niet doen om halve dagen te kunnen werken en toch te groeien met mijn bedrijf, toch mijn klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. En dat is dus omdat het schaalbaar is? Dat is omdat ik vrij wil zijn 's middags. Ja. En dus moet je een schaalbaar businessmodel hebben. Ja. Maar dus moet je ook niet meer alles zelf willen doen. Ja, dus uitbesteden. Ben je steeds beter in geworden. Want dan was je volgens mij, tenminste heb je mij wel eens verteld, was je niet zo heel goed in. Nee, drama. Weet je, want niemand kan het zo goed als ik. Nee. Nee, dat met een knipoog zeg ik dat. Ja. Nee, maar dat vind ik zelf ook. Dingen die ik doe, ja, als iemand anders dat doet. Tenminste, het ligt dan wat het is, hè. Maar je wil het wel dat het op jouw manier wordt gedaan. Want ik moet opeens denken. En je het altijd zo deed. Zo is het, ja. Nee, ik moet opeens denken aan, ik was een tijdje directeur op een school. En toen had ik een secretaresse, die werkte 3 dagen per week. En dan moest zij natuurlijk bepaalde brieven schrijven. En dan was het bij mij, laat mij het maar doen, want het duurt veel te lang. Maar 1 keer goed uitleggen en dat even een klein beetje begeleiden. En dan kan ze die taak voor de rest van je leven overnemen. Ja. En wat zijn dan dingen die jij nu uitbesteedt? Nou, ik zal je zeggen, ik ben van de week voor het eerst op TikTok gegaan. Ja. En dat betekent videootjes. En wat ik nu doe is, korte videootjes natuurlijk. Ik spreek het in, ik maak het videootje en dan geef ik mijn telefoon aan mijn team. In dit geval mijn dochter. Ja. En die gaat het editen, ondertitelen, plaatjes en dingetjes, animaties doen. En dan, dan kan ze het ook nog gaan posten. Dus dat heb ik ze geleerd. Ik begeleid ze nu verder. En zij doet dat. Dat is niet alleen TikTok, maar dan heb je natuurlijk ook Reels, Shorts. Heel de mikmak gaat ze maken als je wil. En in mijn achterhoofd heb ik dan ook nog eens van, oké, zij leert de skills die heel waardevol zijn om straks misschien ook andere mensen te helpen. Als ze het leuk vindt. Ja, nou mooi dat je dochter dat doet voor je. Ja, en voor hetzelfde, ik betaal ze natuurlijk ook voor, dat mag niet eens bekend zijn, want ik geef het niet eens aan nog. Het is gewoon een zakcentje, dus wat dat betreft, maar het is onschuldig. Maar weet je, ik heb nu ook het vertrouwen van dat soort dingen kun je dus ook op die manier uitbesteden aan een professional. Zeker. Die verder geen aansturing of begeleiding meer nodig heeft. Het is maar net wat je ervoor over hebt. Ja, maar je hebt in het verleden ook andere dingen uitbesteed dan professionals, niet alleen aan je dochter. Tuurlijk. Ja. Weet je, bepaalde dingen aan mijn website, techniek, mijn mail. Ja. Een groot deel van mijn mail doe ik niet zelf. Dus weet je, er zijn allerlei dingen die je niet zelf hoeft te doen. Wat vind jij dan voor ondernemers het eerste wat ze zouden moeten uitbesteden? Nou, het begint met het standaard voorbeeld is je administratie. Nee. Dat moet je sowieso doen. Ik denk dat je moet kijken naar je eigen kwaliteiten en wat je zelf leuk vindt. Kijk, ik vind het leuk om aan mijn website te priegelen. En dat doe ik gerust op zaterdagavond. Ja, precies. En een ander heeft daar een hekel aan. Die kan het niet. Stress. Dus kijk, wat kan je, wat vind je leuk en andersom. Dus, ja, dat is een goeie. Ja, en je moet natuurlijk ook kijken van, wat is overdraagbaar? Want ik kan niet overdragen dat mijn kop op video staat. Ik moet dat zelf inspreken. Ja, deze live-uitzending kan ik niet overdragen. Nee. Dus je moet daarover nadenken. Ja. En dan kom je bijvoorbeeld ook uit op van, hey, ik kan blogs uitbesteden. Ik kan tegen iemand zeggen, joh, schrijf een blog over 15 eetbare planten, moet ik nu aan denken. Een van mijn klanten die heeft dat als topic. Maar schrijf daar een blog over en zorg dat het hoog in Google komt. Dan hoef je zelf geen eigen input aan te geven. Alleen dan is het niet jouw schrijfstijl. Dat vind ik dan wel een nadeel. Klopt. En daar kan je tegenwoordig ook nog weer de AI op loslaten. Ja. Dus weet je, er zijn machines, er zijn mensen die taken voor jou over kunnen nemen. Ja, en er valt meer uit te besteden dan je in eerste instantie denkt. Ja, klopt. Ik heb dat ook moeten leren hoor. Maar ik ben er steeds beter in. Ja, wat heb jij daarin geleerd de afgelopen periode?
Nou ja, dat het niet altijd op mijn manier moet. En dat anderen soms beter in dingen zijn dan ik zelf. Ja. En dan kan je het beter uitbesteden. Maar het is ook niet altijd makkelijk om juist de mensen te vinden. Nee, en dan kun je bijvoorbeeld op Fiverr iemand gevonden hebben. En dan denk je, dat was niks. Maar goed, dan kan je weer iemand anders kiezen. Ja. Want het is zo'n eenmalige afspraak die je eerst maakt. En daarna is het klaar. En dan vergeet je het gewoon zo snel mogelijk. Ja, precies. Maar het is ook wel fijn als je een betrouwbare partner hebt, hè, die langere tijd voor je werkt, want dan gaat het ook veel sneller dan elke keer weer iemand anders. Ja, ik doe dat heel erg op mijn gevoel. Ja. Dus er zijn mensen die daar allerlei protocollen voor hebben en allerlei testen eerst laten afleggen. Mm-hmm. En ik bel dan iemand op, zeg ik krijg op mijn hart dat ik jou moet vragen om dit voor me te doen. Ja. En dan leg ik het bij die persoon neer of ze dat wel of niet willen, leuk vinden en het tarief oké vinden. En dan komt er een ja of een nee. Ja, mooi. Ja. Ja. Hey, even terug naar je boeken, Hugo. Boeken. Je hebt dat boeken geschreven. 3 boeken. Misschien een beetje afrondende vraag, of het onderwerp in ieder geval. Wat is voor jou het grote voordeel dat je een boek hebt geschreven? En met andere woorden, waarom zouden ondernemers een boek moeten schrijven? Ja, ik denk toch dat dat echt verschillende redenen heeft. En ik heb dus verschillende boeken en voor mij is de insteek ook echt hetzelfde. Maar als ik 1 reden zou moeten noemen, dan is het echt je positionering. Ja. Dus wie ben je, wie help je en waarmee? En daar heb je toevallig een boek over geschreven. Ja, dus expertstatus. Ja. 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 Ja, maar het is nog net iets anders dan positionering. Want als je jezelf positioneert, ben je nog niet een expert. Het boek helpt dan. Maar dus om echt ook te bepalen van, en dan na te denken van, wie ben ik, wat wil ik, wie wil ik helpen en waarmee. En daar gaat dat boek dan over. Ja, en dan word je echt gedwongen om dat te doen. Met de werkvormenformule had ik meer de passie voor de spelvormen, dan dat ik goed wist van, wie help ik en waarmee. Dat kwam gedurende het schrijfproces wel, maar dat was niet de allereerste intentie. De intentie was toen voor mij, heel eerlijk, ik wilde passief inkomen. Ik wilde gewoon geld mee verdienen. Ja. En nou verkoopt dat boek best goed. Dat is ook uitgekomen. Precies. Dat is voor die andere boeken, niet zo het geval als voor 101 werkvormen in ieder geval. Klopt. En voor de meeste auteurs is dat ook niet zo. Dat ze echt passief inkomen hebben uit dat boek. Maar ik vind dat voor ondernemers moet dat ook niet de eerste reden. Nee. Daarom, als ik dus 1 reden om een boek te schrijven moet noemen, dan is het dus je positionering. Ja. Ik denk trouwens dat als ik deze cover verander, dat die beter gaat verkopen. Ja? Ja, dat was een grapje hoor. Maar, omdat jij erop staat. Ja, ik sta er zo raar op te doen. Ja. Dus ik denk dat... een cover is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Ja. En deze voor de volgende druk... Voor de upgrade gaat er een andere cover komen, wat mij betreft. Ja, zij zijn wel mooi in 1 lijn. Dat zeker. Ja, en deze hebben we ook al eens veranderd, hè? Want eerst had je nog meer een gekke bek. Ja, ook zo raar. Dus, daar had ik al gelijk spijt van. Ja. Toch deed hij het goed. En nog steeds. Ja. Ja, dus zou jij het ondernemers aanraden om een boek te schrijven? Tuurlijk. En ook bij jou. Dat zeg ik echt uit de grond van mijn hart. Niet omdat wij dit interview nu zo doen, maar... Het werkt gewoon heel fijn, omdat ik word ontlast, ontzorgd. Maar wij hebben ook altijd heel prettig contact. En ik wil niet zeggen van, niets is te veel. Want straks dan denk je, ik moet alles voor mijn klanten doen. Er zijn gewoon duidelijke afspraken. Ja. Dit is wat ik doe, dat is wat jij doet. Ja. En dat kom je ook altijd na. En dat vind ik heel belangrijk. Nou, dankjewel voor het mooie compliment. Hadden we niet afgesproken dat je dat zou doen, maar ik vind het wel erg fijn om te horen. Ja, en dat voor ook een betaalbare prijs. Ik bedoel, de meeste auteurs die dit doen om zichzelf neer te zetten in de markt, die hebben nog geen 101k verdiend. Dus dat vind ik ook belangrijk. Ja, en we hebben ondertussen al heel veel ondernemers geholpen met een boek. Dus dat is hartstikke fijn. En ik zeker hoop nog veel zullen volgen. Ik heb stapels van jouw auteursboeken heb ik op mijn plank staan. Ja, dat klopt. Ja. Heel veel klanten van Expertboek zijn ook klant bij jou. En andersom. Klopt. Dus dat werkt heel goed. Want mooie aanvullende diensten. Zeker als je dan een boek hebt, moet je het ook kunnen verkopen. Maar ook, je wil gevraagd worden. Alle redenen waarvoor ze bij jou komen. Zeker weten, Nog 1 laatste vraag.
En het heeft eigenlijk te maken met mijn volgende boek. Ik gooi het maar gelijk in. Je zesde? Ik ben nog niet, Hugo. Nee. Ik ben mijn zesde boek aan het schrijven. Oeh. En dat gaat eigenlijk over hoe kom je hoe ga je van lezer naar klant? Dus hoe zorg jij er als auteur voor dat de lezer ook een klant wordt? Dus die vraag leg ik graag ook even bij jou neer. Dus vanuit het boek? Ja. Ja, ik denk dat dat een belangrijk aspect is. Is dat, kijk, je koopt het boek omdat je denkt van, dat wil ik. En als je dan gedurende het lezen van het boek erachter komt van, wauw, er is eigenlijk iets anders wat ik wil en nodig heb. En daar biedt Daisy iets voor aan, coaching, een event of een weet ik veel wat voor programma, cursus, online ding. En dat je dat dan gewoon logischerwijs ook gaat kopen. Ja, omdat het vertrouwen er meer is. Ja, dus, het boek hebt gelezen. Dus bijvoorbeeld, ik wil gevraagd worden. Ja. En dan krijg je een stappenplan. En dan is ergens in het boek verweven van, dat stappenplan, fijn dat je dat nu hebt. Maar het duurt wel even voordat je dat stappenplan doorlopen hebt. En wat nou als je een mentor hebt en een groep om je heen, zodat je niet meer elke keer terugvalt in, ik was dit van plan, maar het is niet gelukt, ik heb het niet gedaan en ik voel me weer een loser. Ja. Nee, je hebt een groep en een mentor die jou helpen en die je stimuleren, waardoor je sneller vooruit gaat. Nou, als dat dan uit het boek komt, dan is het ook weer logischer dat mensen misschien bij mij aankloppen om zich aan te sluiten bij mijn groepsprogramma. Ja. Nou ja, ik zie het altijd zo. Ze hebben een klein stukje van de taart geproefd. Precies. Ze zijn al enthousiast, ze hebben al wat aan dit boek gehad. En dan willen ze de volgende stap zetten, willen ze meer. Nou, dan komen ze bij jou. Ja. Nou, daar heb je je boek. Precies. Daar gaat mijn boek over. Dus, daar ben ik lekker mee bezig. En ik ga je op de hoogte houden wanneer die uitkomt, Hugo. Top. Dan kom ik bij de boek, lancering. Ja. Helemaal goed. Leuk. Wij werken al 8 jaar samen, Daisy. 8 jaar? Is het al 8 jaar? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 9 jaar als je het zo berekent. Dit is het 9e jaar. Nee, dit is het 10e jaar dan zelfs. Ja, daar moet je even over nadenken. Maar 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en nu 23 is gewoon 10. Nou, zeg. Ja. Gaat goed, hè? Zeker weten, dat zou ik je nog 10 jaar aan vast. Jij moet een paar boeken schrijven en ik ook. En leuk om altijd om jou te interviewen. Dus wat mij betreft houden we dat erin. Zeker weten, dankjewel. Dankjewel voor alle nuttige tips die je in dit interview hebt gegeven. Ik weet zeker dat heel veel auteurs en potentiële auteurs daar ook wat aan hebben. Ik hoop het, ja. En ik gun het de kijkers dat ze gevraagd worden en dat ze lekker veel... werkvormen kunnen downloaden en dat ze hun kennis online kunnen verkopen. Dus ik zou zeggen, lees de boeken van Hugo. En als je dan toch die boeken wil lezen, deze kun je nu, heb je al gehoord, gratis downloaden op de website. Website hugobakker.com. Ja. Ik zet hem ook in de omschrijving. Cool. Dankjewel. En dan stel ik voor dat ons volgende gesprek of interview, dat ik jou dan interview. Over mijn nieuwe boek. Over je nieuwe boek. Ja. Dat is een goede, Hugo. Daar hou ik je aan. Yes. Super leuk. Dankjewel voor je tijd en voor de kijker. Bedankt voor het kijken en veel succes met alles. Yes. Dankjewel. Doei. Doeg. Nou, nu moet jij einde live zetten. Ja.